Bereid je voor op een verrassingsbom die de voetbalwereld op zijn grondvesten zal doen schudden. Kijk maar. Er is een geheim onthuld dat niemand, absoluut niemand, had verwacht. Deze onthulling staat op het punt om de fundamenten van het voetbal te doen schudden, vooral voor Feyenoord Rotterdam fans. Nieuws dat even onverwacht als opwindend is, staat op het punt gedeeld te worden en je wilt geen enkel detail van deze verrassende wending missen. Voordat we verder gaan, is het belangrijk om te controleren of je al lid bent geworden van ons kanaal. Want zo blijf je altijd op de hoogte van alles wat er speelt in de wereld van Feyenoord. We hebben heet nieuws over onze geliefde club en de toekomst van onze getalenteerde Lutsharel Geertruida. Het lijkt erop dat we ons opmaken voor een aantal grote veranderingen. Dus blijf kijken. Laten we het eerst over Geertruida hebben. Het ziet ernaar uit dat hij ons binnenkort gaat verlaten. Zijn contract loopt tot medio 2025. Maar Feyenoord doet er alles aan om ervoor te zorgen dat een vertrek komende zomer niet gratis is. Dus wie zou zijn ideale vervanger kunnen zijn? Volgens CI Sports is Sergi Roberto van Barcelona een naam die naar voren is gekomen. Maar wacht even. Mundo Deportivo meldt dat Roberto nog geen aanbod van Barcelona heeft gekregen om zijn contract te verlengen. Bovendien heeft hij de laatste tijd niet veel gespeeld voor de Catalanen. Met slechts 823 minuten in 16 wedstrijden dit jaar en een paar blessures onderweg, lijkt het erop dat hij op zoek is naar een nieuwe start. En hier komt het interessante punt voor ons Feyenoord fans. Roberto zou de ideale opvolger van Geertruida kunnen zijn in de Kuip. Stel je voor, een speler met ongelooflijke ervaring, meer dan 365 caps voor Barcelona klaar om bij ons geschiedenis te schrijven. Hoewel Roberto's speelstijl een beetje anders is dan die van Geertruida, zou hij nog steeds een geweldige aanwinst voor ons team kunnen zijn. Hij bestrijkt de hele rechterflank, wat betekent dat hij meer voorzet kan geven voor onze aanvallers. Dat zou een grote impuls kunnen zijn voor spelers als Santiago Jiménez en Ayase Uede volgend seizoen. Dus laten we hopen dat alles klopt en we Sergi Roberto met open armen kunnen verwelkomen bij Feyenoord. Blijf kijken voor meer updates. Laten we samen grootse dingen gaan doen.